in mijn lezing straks dat 17 april 2009, dat zo'n beetje de kantoordatum is. Dus dat is een 3,5 jaar geleden. Er zijn er beslissingen genomen, zijn er dingen goedgekeurd en ondertekend, die heel het dossier opsplitsen in een voor en een na. Ik ga dat straks duiden. Maar het moet duidelijk worden dat sinds die datum de regering eigenlijk niet meer geïnteresseerd is in een mobiliteitsdebat. Jullie hebben samen met ons kunnen vaststellen dat in de loop der jaren er een hoop medische input is gekomen in dit dossier. Mede dankzij Ademloos. Dus heel wat professoren, longspecialisten, zijn beginnen spreken over de impact van drukke verkeersaders op gezondheid. Heel wat transporteconomen zijn beginnen spreken over het doorgaand verkeer moet rond de stad, niet meer door de stad. Dat werd steeds meer ondersteund. Onafhankelijk onderzoek heeft uitspraken gedaan over verschillende tracés. Het Vlaams Verkeerscentrum bracht vorig jaar een studie naar buiten waaruit bleek dat het masterplan eigenlijk niet werkt. Want na 7 miljard investeringen zal de ring nog altijd bijna verzadigd zijn. Dus wij stellen vast dat in de loop der jaren er enorm veel input komt, voortschrijdend inzicht. En toch doet de regering daar niks mee. Wij denken dat we tot de conclusie moeten komen dat de reden waarom de regering daar niks mee doet, is het feit dat ze zich geëngageerd hebben of zich in het voortschrijdend contractvorming verbonden hebben tot tamelijk hoge schadeclaims. En op het moment dat dat naar buiten komt, leidt de regering natuurlijk een groot gezichtsverlies. Om niet te zeggen dat dat eigenlijk misschien wel het einde van de regering kan betekenen. En om dat moment in de tijd voor zich uit te schuiven, is men blijven onderhandelen met Noriant, waardoor het natuurlijk steeds erger werd. Dus die voortschrijdende contractvorming, de tijd is aan de kant van Noriant. Hoe langer Noriant dit kan rekken, hoe steviger zij staat voor de rechtbank op termijn. En ik wil bij voorbaat benadrukken dat van ons uit geen één steen geworpen wordt naar Noriant. Het moet duidelijk zijn dat Noriant gaat voor een bouwcontract en die willen die job. En die zijn een heel eind gevorderd in die onderhandelingen en die willen op het einde van de rit de job of minstens een groot deel van die job. Dus de fout ligt wat ons betreft volledig aan de kant van BAM en de Vlaamse regering. Ik zal straks ook uitleggen op welk moment ze die fouten hebben begaan.